Ja, ziet er goed uit. We proberen dit nu achterwaarts. Gezonde leefstijl zitten voor jezelf ongelooflijk veel voordelen. En dat is waar we ook in Leiden nu met heel veel partijen mee aan de slag gaan. Want jog is eigenlijk niks anders dan die beweging die zich inzet om in een stad, in een gemeente of in een dorp jongeren zover te krijgen, en via de jongeren de ouders, dat zij echt een gezonde leefstijl hebben. Want de ervaring leert, een gezonde leefstijl nu is vaak ook een gezonde leefstijl later als je ouder wordt en als je volwassen bent. En dat heeft ongelooflijk veel voorbeelden. Ik heb dat net gezegd. Jog in Leiden is niet de eerste stad die met deze methode aan de slag gaat. We hebben nu bijna 20 gemeenten in Nederland die joggemeenten zijn. En allerlei activiteiten op school, in de wijk, tussen de gemeente en het bedrijfsleven worden ontwikkeld om de doelen, namelijk een gezonde leefstijl voor jongeren, dichterbij te brengen. En ik ben dus heel blij dat ik hier een paar woorden mag zeggen over jog. Zondag doen we dat bijvoorbeeld in Zaanstad. Vorige week of de week daarvoor deden we het weer in andere gemeentes. Het is echt een beweging die door Nederland gaat, die door het kabinet gesteund wordt, die hier door de wethouder gesteund wordt, die door bedrijven gesteund wordt. En de ervaring leert dat de essentie van deze methode is, je moet het met elkaar doen. Allerlei activiteiten op die school, in die wijk, maar ook thuis, is zo belangrijk dat je het met elkaar doet. Dan bereik je de resultaten die we zouden willen hebben. En bij zo'n start van Leiden als joggemeente hoort natuurlijk ook een heel klein een cadeautje. Ik kijk even naar Hilda, waar die is. Die heeft het cadeautje bij de hand. Loos, je bent wethouder hier in Leiden. Dit ga ik jou geven. Wij zijn heel blij dat Leiden joggemeente is. We willen jullie aan alle kanten helpen en ondersteunen om het met de jongeren, met de gemeente, met de mensen die voor jou werken en de gemeente en het college, maar ook de bedrijven. We willen met elkaar zorgen dat dit een heel groot succes wordt. Pak het uit, het zal geen verrassing zijn. En dan geef ik tegelijkertijd langzaam maar zeker de microfoon aan jou. Maar er mag geen twijfel meer bestaan dat Leiden een joggemeente is. Nou, en om aan de woorden van Paul aan te sluiten, we gaan samen het bord vasthouden. Maar we gaan ook samen er wat van maken. Ik sta hier echt als een hele trotse wethouder. Omdat wij nu officieel voor iedereen ook bekend en herkenbaar Leiden joggemeente zijn. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden de komende jaren als we het hebben over joggemeente. Want hier in Leiden zou het best wel eens kunnen dat we joggemeente
gemeente worden op z'n Leids. Maar daar gaat Paul al heel naar kijken. Dus we gaan maar oefenen in het zeggen van de JOG gemeente. En dat betekent dat wij doorgaan met alles wat wij al doen op het gebied van gezonde leefstijl en veel bewegen. We doen natuurlijk al heel veel met elkaar. Maar we kunnen dat nog veel beter organiseren samen met elkaar. En ook het bedrijfsleven daarbij betrekken, wat jij zei. En ik denk dat dat een hele grote uitdaging is voor Leiden, maar ook een hele grote kans. En wat ik vooral wil benadrukken is dat het ook de uitstraling moet hebben dat het ontzettend leuk is om met elkaar te bewegen, met elkaar te sporten. Dat je net zo lekker kan eten op een gezonde manier dan op een niet gezonde manier. En laten we vooral dat ook benadrukken in onze boodschap de komende jaren. Hier in Leiden werken we in ieder geval vanuit stuurgroep nauw samen met als gemeente, met GGD en zorg en zekerheid. Ik weet zeker dat daar in de komende jaren vele organisaties en bedrijven bij aan gaan sluiten. Dus dank voor het bord, dank voor de ondersteuning van JOG Landelijk. En we gaan hier in Leiden er een hele mooie JOG-gemeente van maken met z'n allen. En iedereen hartelijk dank. We hebben vandaag een start met op vele plaatsen allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren. En ik hoop dat het weer daarin een beetje meewerkt. En dat Leiden in ieder geval vandaag al bruist van de activiteiten, de beweegactiviteiten. En dat we dat vooral gaan doorzetten. En de zon breekt nu al bij deze woorden door, dus volgens mij kan dat niet meer stuk. Dank Paul, dank iedereen en veel plezier vandaag en zet hem op de komende jaren met elkaar. Dank.